Beste mensen, ons is het tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ik durf helaas geen tijden meer aan te geven, omdat het nu ja, wat lastiger wordt om dus de vlogs op tijd online te kunnen krijgen. Ik ga in ieder geval mijn nieuwe schoen ophalen. Die staat op een DHL-punt hier in Kampen. En dan laat ik zo zien hoe mijn nieuwe schoenen eruit zien. Ja, mensen, ik ben er weer. Ik heb de doos heb ik opgehaald. Ja, helaas had opgehaald. Nou, we pakken de doos eruit. Zo. Nou, we gaan het eventjes. Ik ga het eventjes netjes eruit halen. Yes, ik heb hem bijna eruit kunnen halen. Zet ik helemaal op. Hartstikke vlat. Nou. Oei. Oh, dit is een prachtig. Het heeft me wel een hoop geld gekost, maar. Ja. Oh, hartstikke idee. Hoppa. Even een mooi shortje. Oh, dit is prachtig. Ik ben weer in mijn appartement. Ja, ik zeg dat eigenlijk bijna weer automatisch dat ik dan weer zeg ik ben weer daar. Excuses daarvoor. Ik heb de vlog die jullie gisteravond heel laat hebben gezien, heb ik nu, dus nu klaar. Ja, het duurt altijd nu wat langer, omdat ik dus nu via mijn telefoon edit. Ja, en de resolutie van deze camera is tussen de 2 en de 4K. Nou, en dat zijn nog wel van die ja, grote bestanden eigenlijk. Dus dan moet ik dus eigenlijk eerst, want op de computer werkt het even anders. Dan kan ik gewoon direct de video's direct, zeg maar, importeren in de editprogramma. Maar nu moet ik dus eerst een apart kanaal, moet ik daar dus de video's, de losse video's uploaden. Nou, als je nagaat, een video van 4K, en dat dan ongeveer tussen de 5 en de 12 clipjes per dag. Nou, dat kom je uit op een qua upload data van ruim 4, nou, tussen de 2 en de 4 gigabyte. Nou, ik heb een upload van tussen de telefoon upload tussen de 2 en de 10 MB per seconde. Nee, dat is niet heel snel. Dus de vlogs komen elke dag online. Helaas niet elke dag meer om 3 uur, totdat de computer weer gemaakt is. Excuses daarvoor. Ja, maar we gaan ons nog gewoon, gewoon leuke vlogs maken. Dat was ik zelf. En ik heb ook de schoenen, de sportschoenen die ik had of heb. Heb ik, als jullie deze vlog al zien, heb ik teruggestuurd. Want, ja, deze schoenen die passen, ja, die passen wel. Alleen ik vind het een beetje zonde, want ik heb nogal goede hardloopschoenen. En ik krijg dan weer 90 euro terug en ik heb het geld gewoon nodig. Zo komt het een beetje op neer, dus deze ga ik ja, met de pakbon terugsturen. En dan, ja, dat dus. Ik ben ook net terug ook van het JWB. Hebben we een regionale bijeenkomst gehad in Hengelo. En dat was ook, het eerste deel was een beetje, een soort spelletje. En het laatste drie kwartier vond ik meer informatief. Maar ik ga hier nog even tv kijken. En dan kijken we wel een beetje hoe verder we deze avond gaan doorlopen. De vlog is hier voor 31% gerenderd. Ja, het is. Kijk, ik kan er wel geïrriteerd om blijven. Maar ik heb dus ook al contact opgenomen met de computerbedrijf. Want ik vind het een beetje apart. En ik heb echt dat ding nog steeds nog maar 4-5 dagen. En het is ongelooflijk dat voor de rest doet alles het. Maar zoals jullie zien, brandt er hier nog steeds een lichtje. De hele tijd. Terwijl ik denk bij mezelf zo van, maar hoezo ga je dan niet automatisch uit? Kan ik wel even doen. Schuld mij weer elektriciteit. Oh hier. Oh, schreef je dit aan. Power off. 3, 2, 1. Als het dus. Nou, hij staat nu op standby, dus hij verbruikt geen stroom.
Maar als we dan, ja, hij verbruikt stroom, maar ook weer niet. Maar ik ga nog even tv kijken hier. Een beetje relaxen, een beetje proberen te ontspannen. Is ook wel best wel goed in dit soort klote tijden. En dan moet ik ook nog zo even de vlog al. Daar ben ik ook het meest geïrriteerd over. Ik heb al een conceptvlog voor Trias al klaar. Voor, nou ja, we moesten dus een klein videootje maken. Alleen ik heb dat concept al klaar staan om te gaan uploaden. Maar nu kan ik dat dus niet doen. Dus nu moet ik dus vanavond of morgenochtend dus ja, het SD-kaartje wat dus hierin zit eruit halen. Dan ook nog weer uploaden. Ja, jullie kennen het rieltje. Ik ga nu even de camera uitdoen. Dus ik spreek jullie straks weer. Ik ben er weer, beste mensen. Ik dacht heel even dat het even rook naar brand. En als ik hier ruik, dan zal ik hem... Oh, ik heb het al. Ik heb iets te heet. Alles gedaan. Sorry, ik heb even niet uit mijn woorden. De vlog van die jullie net gisteravond laat luisteren is heel goed ontvangen. Ze zag ik al aan de kijkcijfers. Dat is super top. Maar ik wil hier dan wel de vlog bij afsluiten. Het wordt voor mij morgen een rustige dag, slash drukke dag. Ik moet er om 8:30 uit. Straks. Of voor zo'n 6-7 uurtjes. Ik ga zo lekker naar mijn nest toe. Het pakketje staat hier al klaar om vast te retineren. En dan krijg ik het bedrag ook gewoon bijna direct weer terug. Want aankomende zaterdag ga ik met mijn werk naar Nijmegen toe. En nou, mijn bewind is al een hele tijd al niet bereikbaar. Dus die ga ik morgenochtend ook eventjes bellen zo van... hoe zit het eigenlijk? Ik heb hem al drie dagen lang mailtjes gestuurd, maar ik krijg geen reactie van hem. Dus dan ga ik eventjes achterna. Maar ik wil alsnog jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond jij deze video tof. Geef een dikke duim omhoog en je maken laat opnemen hier beneden. Dan hoop ik jou morgen uiteraard weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zeggen we zoals altijd... Laters!